Damien, je wou ook nog kort terugblikken op Q-School. Ja, ik ben er geweest, zoals ik al vorige keer aankondigde. En ik heb Owen er nog gezien. Hè? Hartstikke gezellig. Die kwam ook nog 2 dagen eens kijken. Dus dat was hartstikke leuk, inderdaad. Ja, het was echt een. Gewoon de ervaring was uniek om dat gewoon zo te zien. Wat een stress er ook zit in die kopjes van die jongens, natuurlijk. Dat moet jij ook vorige keer hebben gevoeld, Owen. En ja, ook gewoon Ja. het te zien hoe krom en hoe oneerlijk het systeem is. Dat. Damien Mol stond op een gegeven moment stond veilig, tenminste veilig, hij stond in de lichtgroene vakken, zeg maar. En hij bleef op een gegeven moment maar zakken, want op een gegeven moment verloor bijvoorbeeld Tricol, die wist dat hij zijn tourkaart had, want dat kon je dan zien. Touretta had zijn tourkaart en die gooide daarna, gooide ze helemaal niks meer, weet je wel, want die hadden hun tourkaart, wat ik deels ook wel begrijp. Maar ja, het voelt dan zo oneerlijk voor hem, zeg maar, dat hij bleef maar zakken in die ranking en is uiteindelijk net één plekje tekort gekomen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar die Tricol, dat vond ik ja, echt schandalig hoe die stond te gooien tegen Jeffrey de Graaf. Die stond op een gegeven moment, zaten de Ja, pijlen, 70 zaten. gemiddeld of zo, ja, Ja, die precies, ze gooide pakt iets er in de helemaal steek. niks van. Van. Nee, daarom, dat gaat nergens over. En die stond op een gegeven moment, ik zat ook te kijken bij die wedstrijd en die gooit 2 keer onder de triple. En ze pijlen samen een beetje schuin en dan gooien gewoon door, weet je wat? Het interesseerde hem echt helemaal niks meer. En Nee. Ja, wij waren er toevallig ook dan, hadden nog gekeken. Ja, je zag gewoon die gasten, is ook logisch, weet je, dat als je dat je blij bent dat je je tourcard wint. Maar ja, je hebt altijd nog wel een morele. Ja, je moet nog wel voor. Ik had geluk, zeg maar. Vorig jaar had ik Richard Veenstra, die won toen nog een paar potjes. Niels Sonneveld, die won toen volgens mij van ja, Barry van Peer, die zou nog over me heen kunnen gaan. En dan had ik hem ook, zeg maar, gemist. Maar die jongens waren al veilig. Dus als die dan ook denken van, nou ja, ik ben er, zoek het lekker allemaal uit. Ja, dan ga je zoals Damien. Dat was wel heel jammer voor hem. Maar ja, we zaten ook aan dezelfde tafel bij Damien. Ja, je zag hem Ja. langzamerhand wel. Gek worden. Ja, kapot gaan om het zo te zeggen. Dat is wel, ja, kut. Ja, zeker. Pleiten we dan eigenlijk voor een ander systeem dan hoe Q-School nu in elkaar zit? Ja, ik ben Weet benieuwd ik of niet. jij een oplossing hebt, Owen. Ik hoorde van de week wel wat. Dat ik heb hem van. Ik was in de persruimte bij de Dutch Darts Masters. Had ik het met Mike Hooiveld van Darts Actueel. Die kwam, vond ik wel met een goed idee. Dat je, zeg maar, de eerste, stel je wint de dag, dat je daar 1.000 pond mee wint en dat die gelijk voor de ranking is. Ik denk dat een hele hoop jongens dan een stuk beter gaan gooien. Denk je niet, Owen? Ja, maar ik denk niet dat dat eerlijk is voor die gasten die dan een tourcard hebben. Want die beginnen op nul. Dus dan heb je alweer 1000 voorsprong. Ja, wat bedoel je, die al een tourcard hebben, die in het Ja, tweede als jaar het op de zijn? ranking er al bij komt. Dus dan, als hij die dag wint, heeft hij 1000. Maar als je die dag niet wint en op de ranking het haalt, dan heb je geen 1000. Dus dan is het, Nee. ja. Ja, dat is dan misschien oneerlijk, maar dan tackle je wel een beetje dit, zeg maar. Dat mensen gewoon hun wedstrijden weggeven en zo. Ja, weggeven is denk ik niet gebeurd. Maar ik denk dat ze niet per se meer echt per se de wil hadden om te winnen. Maar ze Nee, hebben niet dat bewust inderdaad. gemist of bewust niet Nee. raken gegooid. Dat geloof ik niet. Nee, dat Ze denk ik deden ook niet. wel, ja, ze gooiden en het viel niet. En dan vonden ze het ook wel prima.